In mijn contrabas zitten minimaal 1 miljoen klankkleuren verborgen. En daar ga ik er 4 van laten horen. Dat doe ik door de positie van mijn strijkstok te veranderen. De eerste is sul tasto. Dat betekent dat ik strijk de hoogte van mijn toets. Dat is hier. De tweede is gewoon op de normale plek, tussen de toets en de kam. Dat is hier. De derde wordt al wat spannender, dat is tegen de kam aan. Dat heet sul ponticello. En de vierde is molto ponticello, heel erg tegen de kam aan. Mooi, hè?